Jouw Vulente-reis begint hier. In dit filmpje krijg je hele belangrijke informatie, zodat je een goede start kan maken bij Vulente. De organisatiebuddy die helpt je er ook bij. Maar wie zijn de organisatiebuddies eigenlijk? Nou, dat zijn wij. Ik ben Sandra van der Straten. Ik ben Sandra Frinks. En ik ben Desiree Ebbers. Nou, we noemen ons ook wel de wegwijzers. Gaan jullie mee? Welkom bij onze mooie organisatie. Wij zijn er vooral voor zorgpersoneel. Niet alleen voor zorgpersoneel. Iedereen kan bij ons terecht voor vragen. Ook als je al langer in dienst bent bij Vulente. Heb je een vraag? Wij kunnen ze misschien beantwoorden. En anders kunnen we je doorverwijzen naar iemand anders in de organisatie. Als organisatiebuddies werken wij op een vaste locatie en een vaste regio. Maar dat betekent niet dat wij als organisatiebuddies niet op andere locaties zijn. Als een collega vakantie heeft of ziek is, vallen wij natuurlijk in. Als organisatiebuddies doen wij ook de exit-enquêtes van medewerkers die Vulente verlaten. Met die informatie proberen wij dingen te verbeteren binnen de organisatie waar we van leren. In de volgende animatie kan je zien wat wij van jou verwachten en wat jij kan verwachten van ons. Hoi, ik vertel je wat je zoal van ons kunt verwachten. Een arbeidsovereenkomst waarin we de afspraken vastleggen. Deze onderteken je digitaal. Loon dat rond de 25e van de maand betaald wordt. En vakantiegeld van 8%. En de eindejaarsuitkering van 8,3%. Reiskosten, natuurlijk afhankelijk van hoe ver je van je werkplek afwoont. En een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Je kunt hiermee heel voordelig een fiets, laptop, tablet of een telefoon kopen. De planner die ruim voor je eerste werkdag contact met je opneemt voor de rooster werktijden. Een afspraak op locatie met de organisatiebuddy voor het digitale inwerken. En de teruggave van de kosten voor het aanvragen van de verklaring omtrent gedrag, de VOG. Wat verwachten we van jou? Dat je gegevens invult en belangrijke documenten zoals je diploma's uploadt in ons personeelssysteem. Wij vragen voor jou een verklaring omtrent gedrag aan. En deze stuurt de gemeente waarin jij woont naar jouw huisadres. En jij verstuurt het naar de afdeling HR. Je kan hem ook brengen bij de secretaresse van de locatie waar je werkt. Je ondertekent je arbeidsovereenkomst en dit kan digitaal. Je krijgt een mailtje wanneer je kunt ondertekenen. Kom je bij ons werk in een zorgfunctie? Dan verwachten we van je dat je je laat vaccineren voor hepatitis. Kijk hiervoor in de informatie Welkom bij Vulente. Je dienstkleding bestel je zelf. Kijk ook hiervoor in de informatie Welkom bij Vulente. Als je 12 uur of meer in de zorg werkt, dan volg je een scholing BHV. Als je nog vragen hebt, kun je ze stellen aan jouw organisatiebuddy. Je bent er nu klaar voor. Welkom collega. Veel succes en plezier!